Ding, ding. Vandaag in Achter de Voordeur. Gijs wordt op de middelbare school gepest omdat hij anders is. Mensen scholden me uit, bonden me aan een hek vast. En mijn sjaal spuugde me onder. We leven in Nederland steeds meer langs elkaar heen. We kennen onze buren eigenlijk steeds slechter. Achter de Voordeur wil daar iets aan doen. Vandaag zijn we in Enschede. Hoe goed kennen de buren elkaar op de Bleekweg? Wat voor soort buurt zijn we hier? Ach, het is eigenlijk best wel een rustige buurt. Met ja. Al die auto's? Ja, we merken er weinig van hoor. Het is helemaal vernieuwd. Hè. Er is nu een nieuwbouw bijgekomen. Het was altijd, er waren bedrijven. Dus het, ja, het is in verandering hier. Ja, heel erg. Mag ik u wat vragen, mevrouw? Nee, eigenlijk niet aan het werk, sorry. Wij zijn hier in de straat om te kijken hoe goed de buren elkaar kennen. Daar heb ik helemaal geen belang bij. Nee? Nee. Ja, het is lekker rustig. Alleen ja, we hebben een beetje, ja, we hebben nu ongeveer een beetje meer studenten dan gewone mensen met gezinnen. Kent u iedereen in de straat ook? Nee. We zijn echt mensen die een beetje meer op zichzelf zijn. Als we elkaar nodig hebben, dan zijn we voor elkaar. Maar verder van de rest hebben we een, ik zal ook zeggen, stil leven hier. Weinig onderlinge contacten in de straat. Maar wat weten de buren van Gijs van nummer 35? Vandaag krijgen ze de kans om hem beter te leren kennen. Want ze mogen een kijkje nemen in zijn huis. Ja, hier, alsjeblieft. Dankjewel. Wat verwacht je ervan? Nou, dat ik mensen misschien kan inspireren met mijn verhaal. En dat ik weer nieuwe mensen leer kennen die in mijn straat wonen. Tot later. Oké. Heeft u deze buurman wel eens gezien? Nou, nee. Die heb ik niet gezien. Nee. Ja, wie moet dat zijn dan? Ja, die ken ik. Die woont een paar deur verder. Ik niet, jij? Nee. Nee, hè? Nee? Nee. Het is een aardige man. Ik heb er niet veel mee. Ik praat er niet echt veel mee, want het is een stille man. Nou, ik denk dat hij gelukkig getrouwd is. Ja? Ja, denk ik. Kinderen? Denk ik wel. Daar ga je dan voor, als je getrouwd bent. Hij kan bezorgd zijn. Ja, ik denk als je hem kent, als hij jou kent, dat je goed met hem kunt. Maar dat het wel een tijdje duurt voordat ze ver is, zeg maar. Die indruk krijg je direct zonder. Zou u meer over deze buurman te weten willen komen? Min of meer. Nou, dat komt goed uit, want ik heb hier de sleutels van zijn huis. Hij heeft zijn huis opengesteld voor de buren om nader kennis te maken. Zou u dat leuk vinden? Ja, maar moet dat nou? Daar heb ik helaas geen tijd voor vandaag. Ik moet vanmiddag om 2 uur weg. Ik zou het wel bijzonder vinden, ja. Kijk dus, alsjeblieft. Nou, dank u wel. Daar woont hij. Wat de buren niet weten is dat Gijs meekijkt in de Achter de Voordeurbus. Hey. Zo. Ik heb ze nog nooit gezien. Zullen we gaan? Ja. We gaan naar de overkant van de straat. Ja, nou, ga eens kijken. Gast, moet je toch nog aanbellen? Of... nee. Heel netjes. Het spannendste moment, dat is de sleutel erin. Bijzonder. Mooi strak huis. Dankjewel. Kleurrijk. Veel boeken. Hij leest veel. Maar als ik dit zo zie, dan liggen hier boeken. Woonbegeleiding, begeleide SPV. Oh, ja. Dus dan zou je zeggen dat hij in de zorg zit of zoiets. Ja, goed. Ja. Hij wel met andere mensen te maken heeft. Veel van autisme, Asperger. Ik denk dat hij erg leergierig is. Ja, kennis is macht. Dat hij graag wil absorberen. Ja. En dit, kijk eens, een plaatje van wellicht zijn moeder. Nee, is mijn oma. Misschien dat dit als nog een verzameling is uit zijn jeugd. Ja, dat hij nog iets vast wil houden. Hobbypsychologe. Die schilderij kan ik eigenlijk niet zo zien of hij die zelf gemaakt heeft. Of dat het gewoon iemand is waar hij in geïnteresseerd is. Die zijn van mijn opa. Ik krijg nu ook het idee dat hij iemand in huis heeft die dat netjes voor hem houdt. Nee. Dat doen we zelf, mevrouw. Het kan ook zijn dat hij juist van zichzelf heel gestructureerd is en dat het daarom zo is. Precies. Als je opgeruimd hebt in je huis, is het ook opgeruimd in je hoofd. Absoluut. Dus misschien geeft hij dat nog. Mijn motto. Hij heeft prachtig aangekleed. Ja. Wie denken jullie dat hij hier woont? Ik denk dat hier een man alleen woont. Een man die alles voor zichzelf op orde moet hebben. Ja, daar heb je wel gelijk in. Misschien ook wel een man die misschien wel een kind heeft of zo. Met een vorm van Asperger of autisme die af en toe is. Dat hij daarom misschien ook die... Ja, ik weet het niet, maar... Ja, het is een kind in mij, hè. Jongens, zijn jullie een beetje nieuwsgierig naar hem geworden? Wie het nou is? Ja, ik ben wel nieuwsgierig. Absoluut. Ja? Ja? Ja. Binnen ligt een DVD. Oké. Daar gaan we even samen naar kijken. Zullen we naar binnen gaan? Ja.
Hallo, ik ben Gijs Hovers en ik woon hier al 3 jaar aan de Bleekweg 35 in Enschede. 3 jaar. Deze dieren die horen bij de fantasiewereld die ik in mijn jeugd had. Ik was vaak bezig met of een museum of een optocht te bouwen. En deze dieren waren daar altijd onderdeel van. In mijn herinnering ben ik een heel blij kind geweest. Vooral ook een kind met heel veel fantasie. Ik speelde niet veel buiten. Ja, een kind die in zijn eigen wereldje leefde. Ik had 1 vriendje en daar speelde ik altijd mee. En verder is buiten spelen, nee, dat was niet zo aan mij besteed. Ik denk dat ik het hele gebeuren zeg maar niet zo goed snapte. Dus die structuur. Alle kinderen door elkaar heen renden. Ja. Vreeën, ja. Nog steeds hou ik niet zo van heel grote groepen en mensenmassa's. Als kind speelt Gijs het liefst in zijn eigen fantasiewereld. De problemen ontstaan wanneer hij naar de middelbare school in de grote stad gaat. Voor mij was dat in 1 keer de grootste onduidelijkheid en onveiligheid die er maar was, dat ik daar terecht kwam. En ik was zelf ook een puber, maar dat ik niet zo goed wist hoe ik dat allemaal moest plaatsen, stond ik toch net, ja, ik stond er buiten. Ik was anders. Terwijl ik heel graag normaal wilde zijn, maar ik was wel anders. En waarin uitte zich dat dan? Ik snapte grapjes van andere mensen niet. En, van de kinderen niet? Ja, van andere jongeren, zeg maar, op mijn school. En deed ook juist de verkeerde dingen om erbij te horen. En uiteindelijk bleek ik zelfs zo erg te zijn dat ik... wat ik dacht dat grapjes waren, bleek dat ik eigenlijk heel erg gepest werd. Mensen scholden me uit voor van alles. Mensen bonden me aan een hek vast met mijn sjaal. Spuugden me onder. Ik was voor hun niet goed. Er is een jaar geweest dat ik bijna iedere dag als eerste uit school moest rennen. Omdat ik anders gewoon gepakt werd, geslagen werd. Boekentas van de fiets afgetrapt. Dat soort kleine geintjes. Maar samen vormen ze één dat je jezelf niet veilig kunt voelen. Heftig. Als je daar een hele dag door hebt, dan heb je gewoon een klote schooltijd. Had je het er wel eens met je ouders over, dat je werd gepest? Ik heb pas veel later tegen mijn ouders verteld. En die bleken het wel door te hebben, maar niet door te hebben hoe erg het was. Dat lijkt me moeilijk. Voor hun of voor mij? Nou, voor beide. Voor jou in de eerste plaats natuurlijk. Ja, kijk, ik reageerde thuis af. Ik werd thuis agressiever. Agressief naar je ouders toe? Ja. Wat deed je dan? Nou, ik maakte dingen kapot, gooide glazen kapot of smeet mijn gitaar kapot. Het moet toch ergens uitkomen, zeg maar. Ik probeerde wat liedjes te schrijven, maar schreef vooral gedichtjes toen. Die gedichten werden de emoties. De emoties die ik niet kon uiten en wat ik ook heel erg moeilijk vond om ze te plaatsen. Ja, ik schreef een gedicht als... morgen ga ik springen voor de trein. Werden dat jullie allemaal zingen van plezier. Papa, mama, broertje en ook jij, want wie is er nu blij met mij? En voor mij was dat de manier om de onbehagen van dat moment te uiten... En voor anderen, voor met name mijn ouders en omgeving, werd dat op dat moment dramatische uiting. Er werd bijna gedacht dat ik mezelf van het leven wilde beroven. Terwijl ik alleen heel duidelijk wilde neerzetten van ik ga een hele moeilijke periode door. En ik heb het gevoel dat niemand mij begrijpt. Gijs ontdekt het blowen en sluit zich op in zijn eigen wereldje. Maar op zijn nieuwe school vindt hij opeens wel aansluiting bij een groep. Ja, ik vond een groep gelijkgestemde. Mensen die ook van harde punkmuziek hielden, net zoals ik. En ik liet de Hanekamp staan. We hoorden ergens bij. We waren overal tegen en we hoorden ergens bij.
En het voordeel was soms ook wel, kijk, als je met allerlei mensen zit die zo stoont als een kanaal zijn, als je dan een keer een sociale fout maakt, dan maakt het niet zo uit, want het heeft iedereen dan. Dus het viel niet zo op. Ik hoefde niet zo heel erg mijn best mee te doen. Gijs besluit om in Enschede mediakunst te studeren. Hij is erg op zichzelf en sluit zich af voor de buitenwereld. Hij bloot, drinkt en slikt pillen. Op een gegeven moment was ik klaar met de kunstacademie. En toen viel ook mijn relatie weg. Raakte uit. En daarmee was alle zekerheid of zo die ik had, was helemaal weg. Ik denk dat dat een periode was van echte eenzaamheid. En waar ik ook mezelf kwijt was. Gijs beseft dat hij hulp nodig heeft en laat zich opnemen. Hij wordt onderzocht en aan allerlei tests onderworpen. En daar kwam uiteindelijk de diagnose autisme uit. Okay. Was dat ook een opluchting voor jou? In eerste instantie was het wel een opluchting, want er was nu een verklaring waarvoor ik zo vaak op mijn bek gegaan was. Toen ik er eenmaal alles over gelezen had, dat wil zeggen gewoon heel veel boeken en heel veel artikelen over gelezen, dan dacht ik, ja, dit gaat wel over mij. Maar een ander nadeel waar ik daarna achter kwam, is al die artikelen en die dingen die ik las, die zeiden allemaal dat ik verder niet meer zoveel zou kunnen. En mezelf niet meer zou kunnen ontwikkelen. Terwijl ik in mijn leven eigenlijk had gezien dat ik van allerlei dingen had doorgemaakt en van allerlei dingen en heel op dingen gegroeid was. Ik had studies gedaan. Ik had allerlei vormen van communicatie geprobeerd. Ik was er inmiddels ook aardig goed in geworden. Ik had een bedrijf gehad. Dus het leek me niet dat ik niks zou kunnen. En dat wilde ik verder uitbuiten. Dat ik iemand met autisme ben die gewoon midden in de maatschappij staat. En misschien wel tegen een aantal dingen aanloopt. Of soms dingen niet zo goed begrijp. Doordat ik informatie anders waarneem. Maar ik ben wel een onderdeel van die maatschappij. Gijs heeft een missie gevonden. Als ervaringsdeskundige helpt hij anderen. Geeft lezingen over autisme. En brengt op allerlei manieren autisme onder de aandacht. Ik denk, ja, leven heeft negatieve en positieve kanten, maar uiteindelijk is het aan jezelf waar je naar kijkt. En ik probeer toch zoveel mogelijk naar het positieve te kijken. Lukt dat? Niet altijd, maar ik weet dat ik er keuze op heb. Dus ik jaag ernaar om zoveel mogelijk dat te doen. Ja, maar wel knap hoe hij alles opgepakt heeft uiteindelijk. Dat hij toch zich overal doorheen heeft gevochten en uiteindelijk toch het beste ervan maakt, zeg maar. Mooi. Ja, dat is ons. Nu heeft Gijs meegekeken hoe jullie in zijn huis rondliepen. Mm-hmm. Oh, wow. Ja. Dit vind ik wel spannend. Zullen we hem er eens bij gaan halen? Dan kunnen jullie hem live ontmoeten. Ja, levende lijf. Leuk. Ja? Ja? Prima. Goed, ja. Goed plan. Ja. Dag Gijs. Hallo. Welkom in je eigen huis. Ja, dankjewel. Ja. En Nicole. Leuk je te ontmoeten. Ja, oké. Okay. Hoi Gijs. Ik ben Leonie. Hoi Leonie. Hi. Ik ben Gijs. Zullen we op de bank? Ja, is goed. Raar om in je eigen huis te worden binnengelaten. En dat er dan vreemde mensen open doen. Ja. Heel apart. Ja, leuk. Ja, nou. Hoe vond je dat we hier rondliepen? Ja, ik vond het wel heel spannend. Ja, hè? Maar jullie hadden wel een heel ding goed. Ja. Dat vond ik wel mooi. Ja, je hebt meegekeken, hè? Ja. We hebben een beetje in spullen gezeten. Ik hoop niet dat je dat erg vond. Nee, maakt niet uit. Dus dat weet je als je iemand binnenlaat, hè? Dus precies. Ja, ja, nou. Ik heb ook twee kinderen. Ik heb twee jongkinderen, eentje van bijna 10 en eentje van 5. En de oudste die heeft al een diagnose. Nou ja, ADHD dan, maar goed. Okay. En de jongste die vanuit school uit is nou ook de vraag komen om daar ook een onderzoek voor te starten. Want die valt ook heel erg op. Die is heel druk. Hij is heel grappig en zo, dat wel. Maar hij is gewoon, hij kan niet in de menigte meer. Zoals jij het ook echt wel omschreef. Jij was ook anders. Nou, en hij heeft dat ook wel een beetje. En dus daarom was ik wel heel nieuwsgierig van. Achteraf gezien, vind je het niet jammer dat jij niet eerder wist wat er aan de hand was? Ja, dat is eigenlijk heel dubbel. Want anders was mij een hele hoop ellende bespaard als ik diagnose eerder gehad had. Maar als ik hem op vroege leeftijd had gehad, was ik misschien nou naar speciaal onderwijs gegaan. Was ik naar autopaard rijden of wat heb je allemaal wel niet voor kinderen met autisme in speciale clubjes. En nu heb ik echt het maximaal uit mezelf probeer te halen. Ben je er zo bijgekomen met wat je nu doet? Dan ben je er gewoon ingerold? Of ben je er zelf naar op zoek gegaan?
ik ben daar uiteindelijk eigenlijk gewoon ingerold. En ik wist dat ik mensen heel graag... gewoon mensen die hetzelfde doorgaan als ik, gewoon wilde helpen. Ja. En ik wil zorgen dat er anders gedacht wordt over autisme. Ja. Ja. Want vaak denken ze dat het zo'n reeman is die helemaal niet in de maatschappij woont en doet. Ja, je bewijst het tegendeel. Dus, ja, en dan wil ik graag bewijzen. Gewoon laten zien door gewoon er te zijn. Ja. Dus,